Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Rens. En dit is Drugslab. Ja, hij is een beetje aan het inkikken volgens mij. Sorry, ja. Ik moet zeggen, als ik zo iemand op een feestje zou zien staan, word ik toch een beetje bang. You know the fucking concept. En in Drugslab testen wij in the name of science bepaalde drugs uit. Om te kijken wat het nou met je lichaam doet. En mocht jij ook nog nieuwsgierig zijn naar een bepaalde drug, laat het dan even weten in de comments. En wie weet testen we hem wel uit. Ja, want dat is nou precies wat Tim heeft gedaan. Die heeft ons een berichtje gestuurd en die wilde graag dat we ecstasy gingen proberen. Ja. Maar ik pak het er ook gelijk bij. Ja, we hebben het achter ons in het lab. We hebben ecstasy in pilvorm. Ja. De werkzame stof in ecstasy is MDMA, ja. Maar je hebt het ook in kristal en in poeder. Ja. Maar heel veel mensen denken dus vaak dat ecstasy, dat daar bijvoorbeeld MDMA en speed in zit, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Nee, het gebeurt wel eens, maar dat is echt in een heel klein percentage van de pillen zit speed. Ja. Maar inderdaad, mensen denken, oh, ik begin te kou, ik ben heel opgewekt, dan moet er wel speed in zitten. Maar dat is gewoon wat MDMA doet. Kijk. Ja. Ze zijn trouwens helemaal getest, er zit 126 milligram MDMA in. En per kilo lichaamsgewicht ongeveer 1 à 1,5 milligram MDMA wat je nodig hebt. Zal ik het even laten zien aan jullie? Is misschien even leuk. Kijk, dit is hem. En laat ook echt altijd je pillen testen. Want soms kunnen pillen er hetzelfde uitzien, maar zijn ze het niet en worden ze gewoon nagemaakt. Dus pas daar echt mee op. Steen, papier, schaar! Ha. Ja. Oh. Kijk, waar is die? Hij is groot weg. Voordat jij zo meteen gaat spacen, willen we natuurlijk weten wat het met je doet. Wat je temperatuur is, wat je hartslag is. Hij is aan het connecten. Hey, hij doet het. 37,1. Nou, dat is een hele mooie temperatuur. Ja, ik ben er blij mee. Ja, netjes. Ja, ja, je hartslag ligt iets hoger, maar het is ook spannend. En je lichaam maakt natuurlijk van zichzelf nu al adrenaline aan. Ja. En dat doet dus ook, MDMA doet het ook. Want je maakt serotonine aan, je maakt dopamine aan en noradrenaline. Nou, is adrenaline. En dat serotonine zorgt voor het liefdevolle gevoel. Ja. Niet dat het even liever dan mij, hè? Je wordt hartstikke verliefd, denk ik. Ja, ik denk het wel. Ja, en je kunt dus een kater krijgen. Dat is een beetje wat je ervoor inlevert. Er komt heel veel serotonine vrij. Dus je voelt je eigenlijk even te gek. Maar ja, dat gaat een keer op. Of in ieder geval, je put het uit. Dus de dinsdagdip, zoals ze hem noemen, die krijg je wel waarschijnlijk. Want dan is het gewoon op. En dan voel je je echt een beetje leeg. Ja. Gonna do it. Hoe is mijn hartslag? Oh ja, even kijken. Dit is nu ongeveer 37,7, 109. Yes. Daar gaat hij, jongens. Proost. Oh. De inwerktijd is 30 minuten, 3 kwartier. Ongeveer, ja. Ongeveer. Kan een uurtje duren ook. Alles kits? Ik begin eindelijk een beetje wat te voelen. Ja. Lang. Zo, het heeft lang geduurd. Ja, ja. Dan ben je geneigd om meer te nemen, hè? Ja, moet je dus niet doen. Nee, goed zo. Ja, maar ik begin eindelijk, ik ben een beetje warm. Ik ben eigenlijk wel heel chill. Oké, okay, ja, ja. We hebben een beetje een klein probleempje, want ons monitor is stuk. Maar we zijn op alles voorbereid. 29, 131, 132, okay, 137, dus... ja. Ja, ik heb een... ontzettend droge mond. Die heb ik wel. Ik heb ontzettend klamme handjes, voor me eens. Ja. Het is echt gewoon nat. Ja, maar wel koud. Ja. 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 En kaken? Ja, valt mee. Niet echt eigenlijk. Eigenlijk helemaal niet. Voel je je euforischer? Ja, ik voel... Nou ja, ik voel me... Ja. Oh, ja. Dan voel ik het ook een beetje... tintelen. Ja, oh sorry, ja, hij is een beetje aan het inkikken volgens mij. Sorry, ja. Only you can to make all this world seem right. Je begint er wel een beetje warm voor. And fill my heart with love for only you. En dit is lekker. Ik merk wel dat mijn ogen een beetje, af en toe een beetje wazig worden en een beetje heen en weer gaan, achtig iets. Dus dat merk ik ook wel. Maar dat is dan een fractie en dan is het ook weer normaal. Dus ik kan wel focussen, maar het is ook wel weer lekker om daar een beetje zo in mee te gaan. En als je dan denkt van, ah, nu even weer helder, dan ben je ook weer helder. Dat is mooi.
zeggen, als ik zo iemand op een feestje zou zien staan, word ik toch een beetje bang. Ja. Dat vind ik er niet lekker uit. Nee. Maar het voelt lekker. Het voelt lekker. En ik kan me zo voor... Als je dit ziet... Ja, dat denk ik wel echt zo. Die gaat hard. Het is eigenlijk bijna eng om te ja. zien. Alleen, maar het voelt dus lekker. Het voelt lekker om te doen. Je vertrouwt me wel. Mm. Oh, appel. Ja. Oh. Lekker? Ik vind het wel lekker, ja. Ja? Het is echt wel heel lekker. Het is intenser. Oh, jongens. Ik ben echt helemaal vrolijk. Ja. Ik ben helemaal vrolijk. Ja, lekker. Oh. Zo. Lekker. Maar echt. Oh, man, man, man. Het is gewoon meloen. Ja. Of niet? Ja. Oh, die is wel heel sterk. Ja, hè? Zie eens op. Nee. Niet? Nee. Je gaat me niet vertellen dat dit een citroen is. Nee. Een ananas. Tuurlijk! Van de pizza Hawaii! Ja! Nee, aangeraakt. Kijk, ik hou hem helemaal niet lekker vast. Nee, je handen trillen ook. Ja, hier, daar ging mijn ogen weer even. Ja. In je gedachten is alles nog helder en scherp. Alleen het zicht begint nu te vertroebelen, een beetje. Oké, rondje draaien en dan vangen. Shit. Was die moeilijk? Nee, nog een ja, keer? Ja, ik merk even nu, oh, met dat bewegen, ik pak hem van de grond. Het gaat helemaal een beetje zo. 1, 2, go. Nee, het lukt niet. Oké, het is geen neurowetenschappen, maar we hebben een rebus. Ik ga hem heel snel oplossen. Ja, 3, 2, 1. Schetsen. Dit is een pion. Tovuur. Nee, nu ga ik niet goed, hè. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Scheten laten is heel natuurlijk. Is er iets waarvan je denkt dat je het beter kan dan normaal? Nee, ook niet echt eigenlijk. Ik voel me gewoon heel chill en gelukkig en ik praat makkelijk, maar ik heb niet het idee dat ik ineens allemaal dingen kan of zo. Ja, ik ben wel scherp. Is het nou gewoon omdat het een lekker ijsje is? Of doet zoiets nou ook meer met je dan normaal een ijsje? Heel intens, die smaak. Het is natuurlijk al rete zoet, zo'n ijsje. Maar nu is het echt bam! Het zit in je mond en je weet dat het er zit. Zo, hé. Ja, echt. Oh, disco. We doen het even daar. We gaan het even laten zien. Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb de lichten uitgedaan. Is het anders? Ja. Ik zie een soort patroontjes. Ik ben totaal de omgeving helemaal kwijt. Ik weet helemaal niet... Hè? Wow. Oh. Oh. Nu zie ik het niet meer. Nu zie ik het als twee beelden. Oh, ik doe bij jou een gewoon een koud ijskleurtje. Mm-hmm. Lekker? Ja. Lekkerder dan normaal. Het is zo intens. Het blijft helemaal op dat spoor waar ze is geweest. Blijft het helemaal gaan. Dus het lijkt alsof het nog bijna later erin komt. Dus, oh. Ja. Ja, je bent gewoon volgens mij op dit moment op je supergevoeligst, sensitief. Alles staat open. Oh. 134, 135. Dus maar je merkt dus wel echt dat je hart sneller tikt. Ik voel het ook. Ja. Oké, terwijl Rens nog lekker zijn ijsje gaat opeten, gaan we het afsluiten. Mm-hmm. Vind je het leuk? Ik vond het heel interessant en leuk om... om in deze setting te mogen doen, ja. Ja. Ja, ik vind het goed om een keertje te zien wat het nou daadwerkelijk echt met je doet. En wil jij nou ook weten wat bijvoorbeeld, weet ik veel, GHB, LSD, ketamine, nou ja, wat er allemaal voor rotzooi op deze wereld is. Als je wilt dat wij dat testen, zet dan een berichtje in de comments. Ja, en wie weet, testen wij het voor je uit. Ja. Ik ga even dansen. Ga jij maar even lekker dansen. Gaan jullie abonneren? Ja, duimpje omhoog. Ciao. Tot de volgende keer. Doei. You know the fucking concept. Goedemorgen jongens. Ik heb echt
ontzettend beroerd geslapen. Ik heb bijna niet geslapen. Of althans, nou, ik zag het 2 uur worden op de klok. En toen weer 4 uur. En toen weer 6 uur. En nu is het 9:30. Ik heb nu ook nog helemaal geen last van een dipje. Dus als dat dipje komt, dan is dat morgen. Want ik heb nu zelfs nog dat als ik er een beetje aan terugdenk, dan voel ik gewoon nog af en toe een beetje die kriebels ook in mijn benen. Dus volgens mij zit er nog heel klein beetje iets van die ecstasy in mijn lichaam. Wat op zich helemaal niet erg is, maar ik denk dat morgen echt een man met de hamer om de hoek komt kijken. Oké, we zijn 3 dagen verder nu en ik had verwacht dat ik nu wel echt een hele grote dip zou hebben. Maar eigenlijk is die er helemaal niet. Ik merk wel dat ik wat eerder emotioneel ben, bijvoorbeeld als ik hele mooie muziek luister. Ik voel me ook wel af en toe een klein beetje eenzaam en somber. Maar ik weet dat dat door de ecstasy kan komen. En ik heb gelukkig genoeg leuke dingen te doen. Dus ik denk dat dat ook echt wel helpt. Dus ja, eigenlijk gaat het hartstikke goed met me. Jongens, tot volgende week, hè!